Deze week in het Harderwijkse Zakenweekjournaal. Stadhuis en bibliotheek officieel geopend. Dekker Hoogwerkenverhuur verhuist. En de start van de campagne Verkeersveiligheid in de Witte Hagen. Het Harderwijkse Zakenweekjournaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securitas. Eerst luisteren, dan beveiligen. En Gerard van Dijk Vloeren. De kunst van een mooie vloer is een ambachtelijke benadering. Rechtstreeks vanuit Harderwijk is dit het Harderwijkse Zakenweekjournaal met Gerdien Beelen en Irene Hop. Fijn dat je weer kijkt naar een nieuw Harderwijkse Zakenweekjournaal. Wij zijn er deze zomer er even tussenuit geweest, maar we hebben ontzettend veel zin weer in het nieuwe seizoen. Natuurlijk zoals u gewend bent met allerlei nieuws vanuit Harderwijk, maar dit seizoen starten we ook met een heel nieuw item. Elke week gaan we een bijzonder iemand in het zonnetje zetten. Afgelopen zaterdag 2 september is de opening van het Huis van de Stad feestelijk gevierd. Ja, het is fantastisch om te zien dat er zoveel mensen de moeite hebben genomen om ook te komen kijken naar wat hier gerealiseerd is. En je merkt dat onder één dak ontzettend veel partijen elkaar kunnen ontmoeten. Maar veel belangrijker nog, voor ondernemers, organisaties, instellingen en inwoners service kunnen leveren en elkaar daar ook nog in kunnen versterken. Dus wij hopen dat deze plek een plek wordt waar mensen en elkaar ontmoeten, maar elkaar ook kunnen versterken en opzoeken. De nieuwe bibliotheek die zit ook gevestigd in het Huis van de Stad en daarom werd ook afgelopen zaterdag de nieuwe bieb geopend. Vandaag is de bibliotheek in Harderwijk op een heel bijzondere manier geopend. Na 35 jaar gehuisvest zijn aan de Academiestraat 5 zijn we verhuisd naar het Huis van de Stad aan de Havendam. En die verhuizing is in het werk gesteld via een drone. Op een heel symbolische wijze heeft die drone een boek opgepikt aan de Academiestraat, is met het boek overgevlogen naar de Havendam en tikte daar een aantal andere boeken aan, waardoor met een domino effect die boeken omvielen, het gordijn openging en de bibliotheek op dat moment voor iedereen zichtbaar was. We zijn ontzettend trots op wat er uiteindelijk is gerealiseerd. Dat wisten we al ongeveer, we hadden een aantal voorbeelden gezien van de architect van deze bibliotheek, Aad Vos. En als je het hebt over de huiskamer van de stad, dit is echt de huiskamer van de stad waar mensen zich thuis gaan voelen. Totaal verrast was ik door het ontvangen van de oorkonde van de directeur van de Stichting Collectief Propaganda Nederlandse Boek. En als je dan van de Stichting CPNB en notabene van de directeur een oorkonde ontvangt, dat we het hier zo ontzettend goed doen, dat we vernieuwend bezig zijn in Harderwijk, dat we een bibliotheek van de toekomst hebben neergezet die gezien mag worden, ja, daar ben ik dan echt apetrots op. En dat is waar we eigenlijk op zoek naar zijn geweest. Om te gaan kijken, van, kunnen we zo'n bibliotheek ontwerpen waar mensen zich thuis voelen. Waar ze dat kunnen gaan doen wat ze graag willen gaan doen. Maar ook nieuwe dingen zoals de digitale ontwikkeling kunnen vinden. De bibliotheek is een verblijfplaats die echt heel veel meer biedt dan boeken alleen. September, dat is de openingsmaand van de bibliotheek. En tot aan het eind van de maand hebben we tal van openingsactiviteiten. We hebben activiteiten op het gebied van digitalisering, zoals het werken met een HoloLens, een digital playground. En eind van de maand, 29 september, komt in de bibliotheek een hele bekende vlogster, Teske de Schepper. En de dag daarvoor, op 28 september, ontvangen we hier Nico Dijkshoorn en Bas Chabot voor een lezing. Die zijn hier dan 's avonds. Wil je precies weten welke tijden het allemaal zijn, kijk dan even op de website van ons. En ik heet je nu alvast van harte welkom. Een hele uitdaging. De agenda's van 5 burgemeesters een hele ochtend vrij plannen. Nou, dat is gelukt, want speciaal voor het Samensterken Fonds stonden zij letterlijk in de spotlights. Bij filmmakers hier in deze studio werd de trailer voor het Samensterken Fonds opgenomen. En daarmee trapten de 5 burgemeesters de zoektocht af. Bewoners voelen zich onveilig aan de Witte Hagen. Nou, ten eerste wil je allemaal veilig over straat kunnen en je niet onveilig voelen. En dat gevoel beheerst wel heel veel mensen duidelijk. De oude locatie van Dekker Hoogwerkenverhuur is met ruim 60 hoogwerkers te klein geworden en daarom tijd voor een verhuizing. We zaten hiervoor aan de Daltonstraat, ja? En dat was ja, een kleiner pand. We zijn hier naartoe verhuisd eind mei. En ja, omdat we dat nu 2 jaar geleden begonnen zijn met die hoogwerkers, en was het andere pand gewoon te klein. Het adres is de Edisonstraat 7 in Harderwijk. Dekker Hoogwerkenverhuur is eigenlijk 3 jaar gespecialiseerd in hoogwerkers, 33 jaar verhuurhoogwerkers. En nu zijn we eigenlijk, sinds dit jaar hebben we een heel breed pakket, een heel breed assortiment. En onze klanten zijn de klanten in Harderwijk en 60 kilometer in de omgeving daarvan. En dat kan van alles zijn. Gemeente Harderwijk, industrie, schildersbedrijven, bouwbedrijven, staalbedrijven, hoveniersbedrijven, eigenlijk alles. Dekker Hoogwerkenverhuur heeft in Harderwijk een vloot van ruim 60 hoogwerkers.
waarvan 30 verschillende types, soorten en maten. Nou, wanneer klanten bellen, is onze ervaring dat het heel erg ad hoc is. En wij zijn een klein bedrijf en we kunnen heel snel schakelen. We weten eigenlijk allemaal, iedereen heeft zijn eigen functies, maar we kunnen elkaar allemaal overnemen. En de klant belt en die zegt, ja, ik heb morgen een hoogwerker nodig, dan leveren wij morgen een hoogwerker. Wel op bepaalde vragen stellen wat ze allemaal nodig hebben uiteraard. En dan kunnen wij altijd een hoogwerker leveren, dus geen probleem. Wij zeggen nooit nee. Ik breng ze met de hoogwerkers naar de klant toe. Geef ze ook instructie hoe ze de hoogwerker het veiligste kunnen gebruiken, zeg maar. Ik los ze met de hoogwerker in overleg met de klant op de plek en daar haal ik ze ook weer op. Onze medewerkers die zijn meer gespecialiseerd in hoogwerkers, dus die denken heel goed mee met de klant. Veilig werken op hoogte is daarin een heel belangrijk motto. Dat staat voor de klant ook voorop, dus we kunnen eigenlijk altijd de juiste machine op de juiste plek veilig werk bereiken en daarin kunnen we heel goed voorzien, ja. Harderwijk gaat nu ook op het gebied van parkeren helemaal met de tijd mee, want je kan nu met je mobiele telefoon je parkeergeld betalen. Het grote voordeel van belparkeren is dat het comfortabel en snel is en je betaalt alleen echt de werkelijke parkeerduur. Het wijkteam van de Witte Haag is het asociale rijgedrag op de Witte Haag helemaal spuugzat. Daarom starten zij met een campagne voor verkeersveiligheid. De start moet nog gaan gebeuren, maar zij willen deze verkeerscampagne gaan starten. Na heel veel klachten over die hier in de wijk Witte Hagen zijn. Heel veel mensen die klagen over de snelheid. En wij willen als wijk Witte Hagen de mensen hier in de wijk echt bij elkaar krijgen. En kom op, we gaan er nu eens een keertje wat aan doen. We weten welke klachten er zijn, maar wat nu? Wat gaan we nu doen? Nou, ten eerste wil je allemaal veilig over straat kunnen en je niet onveilig voelen. En dat gevoel beheerst wel heel veel mensen duidelijk. En daar willen we graag wat aan doen. Ik zie dagelijks wat er hard voorbij rijdt en dat er niet geremd wordt voor de 30 vlak en de zebrapaden die gevaarlijk zijn. Dat is natuurlijk hetgeen wat bovenaan staat. Nou, die snelheid die geldt voor de hele wijk wel. Verder zijn het hier 30 kilometer zone waar niet aangehouden worden. Onveilige zebrapaden. We hebben hier de bocht aan het eind van de Witte Hagen naar de Torbekkenlaan, wat altijd een gevaarlijk punt is. Dat is voor deze wijk gewoon het belangrijkste. Nou, we hopen vooral te bereiken dat het hier veilig wordt. Dat het verkeersveilig wordt. Maar ook gewoon een stuk bewustwording bij iedereen. Van dat, we moeten het met z'n allen doen. En we kunnen hier de hele straat wel barricaderen met allerlei obstakels. Maar het gaat vooral van, denk er even over na. Die bijeenkomst is volgende week donderdag 14 september in de Bethelkerk. Start om 19:30. En dat gaat in samenwerking met de gemeente en met Veilig Verkeer Nederland. Nee, het is vooral een oproep naar de mensen hier in de wijk, in de hele wijk. Hè. Ook al pakken we in deze campagne vooral de Witte Hagen zelf aan, maar het gaat om de hele wijk. En we hopen gewoon dat iedereen komt. Nou, je ziet veel vrachtverkeer langskomen. Je ziet veel auto's die gewoon van A naar B gaan en dan over deze straat, waardoor het niet altijd veilig is voor de mensen uit de wijk zelf. En dat is wat je natuurlijk heel graag anders wil zien. Dat we met elkaar nadenken over veiligheid voor iedereen. Op donderdag 14 september om 19:30 is de bijeenkomst. En een oproep aan alle inwoners van de wijk Witte Haag om hierbij aanwezig te zijn en vooral om mee te denken. Ook in dit nieuwe seizoen starten we natuurlijk weer met het verstoppen van een cheque te waarde van €50. Heel veel plezier met zoeken. Dit was weer het eerste Harderwijk Zakenweekjournaal. Wil je elke dag op de hoogte blijven? Neem dan een kijkje op onze website harderwijksezaken.nl. Maar blijf nu dus nog heel eventjes zitten voor ons nieuwe item, de opsteker van de week, die deze week gaat naar een hele lieve oma. Tot volgende week! Het Harderwijkse Zakenweekjournaal werd mede mogelijk gemaakt door Securitas. Eerst luisteren, dan beveiligen. En Gerard van Dijk Vloeren. De kunst van een mooie vloer is een ambachtelijke benadering. De opsteker van de week wordt mede mogelijk gemaakt door debloementaxi.nl, powered by Carpe Diem. Voor een nieuw item in het Harderwijkse Zaken Weekjournaal, de opsteker van de week, gaan we elke week iemand verrassen die een opsteker verdient of die het gewoon verdient om eens in het zonnetje gezet te worden. En deze week gaat de opsteker van de week naar een hele lieve oma.
Want deze oma die is er eigenlijk altijd voor twee jongens. En dat zijn haar twee kleinzoons. En die hebben haar ook opgegeven. En waarom ze deze prachtige bosbloemen verdient, dat kunnen Daniel en Misha het beste zelf uitleggen. Nou, waarom verdient jullie oma deze prachtige bosbloemen? Nou, laatst 2016 september was mijn opa overleden aan een hartinfarct. En toen was het best wel moeilijk, want ze voelde zich ook wel alleen, want ze lag alleen in bed, ze at alleen. Dus ze kwam ook heel vaak bij ons langs, zodat zeg maar, dat ze zich niet eenzaam voelde, want dat wil natuurlijk niemand. Nee. En daarom verdient ze ook dit, omdat ze het de laatste tijd ook heel erg moeilijk had gehad. Nou, het is makkelijk, we hoeven niet aan te bellen. De deur staat al open. Nummer 29. 29, deze kant op. Oh, de deur zit nog op slot. Sorry. Hallo, goedemiddag. Ik zal me eerst even voorstellen. Hoi, ik ben Irene van Harderwijkse Zaken. En wij mogen u deze bos bloemen overhandigen namens iemand, of nou ja, die u in ieder geval heel erg lief vindt. Heeft u al enig idee? Ik denk mijn kleinzoon. Uw twee kleinzoons? Ja. Ja? Ik weet het niet. Ik ga hem in ieder geval vast aan u geven. Mag u die even opbergen alvast? Ja. En als het kan even met mij meelopen, dan gaan wij eens kijken wie u verrast heeft. Oké. Okay. Kijk eens. Hallo. Nou, oma. Wij en papa en mama hebben een bloemetje gestuurd. Omdat vorig jaar natuurlijk is in september opa overleden. En we dachten, want volgens mij heb je nog steeds wel een klein beetje moeilijk dat opa natuurlijk weg is. Dus hebben we met z'n allen een bloemetje gestuurd. Nou, dat vind ik hartstikke lief. Nou, dat is wel heel lief, hè? Jongens hebben wel een knuffel verdiend, denk ik, of niet? En jij klein knuffel. Op 13 september wordt het eerste Mama Café in Hierde van 10 tot half 12 georganiseerd bij IJssalons Tientje. Ben je zwanger of net bevallen van een kleintje, dan ben je meer dan welkom om ervaringen te delen met andere mama's. Of vragen te stellen aan de interessante sprekers. Elke maand nodigen wij een leuke spreker uit over bijvoorbeeld babymassages, in bad bevallen, EHBO voor baby's. Vind jij het leuk om andere mama's te ontmoeten? Samen plannen maken, speeldates of sporten? Heb je vragen over jouw zwangerschap of het moederschap? Of hoe jij als mama nog steeds tijd voor jezelf maakt? We starten om 10 uur. Nog niet ontbeten? Geen probleem. Je kan bij Stientje een heerlijk ontbijtje bestellen, een lekker kopje koffie of na het Mama Café gezellig blijven voor de lunch. Consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden is niet nodig. Kom gewoon gezellig langs.